Hey allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Lien's Keuken. En in deze video gaan Max en ik iets heel lekkers maken, namelijk... slagroomsoesjes met chocoladedip. Yes! Nou, wie mijn kanaal al langer volgt, heeft vast de video met Max wel gezien. Want wij hebben namelijk eerder ook al iets opgenomen. Ja, een proefvideo was dat. En dan gingen we allemaal Oostenrijk snoep proeven. Ja, dus die zal ik ook wel even hieronder linken, mocht je die nog niet gezien hebben. Maar Max die wilde graag weer een keer een Lien's Keuken video opnemen. En hij had een verzoek, want jij houdt heel erg van... slagroomsoesjes. Precies. En nou heb ik heel lang geleden een recept voor slagroomsoesjes op de website gezet. Ook die zal ik even hieronder linken. Maar ik heb er nog nooit een video van gemaakt. Dus Max en ik zijn samen de keuken ingegaan om die soesjes te maken. Ja. En we gaan jullie laten zien hoe we dat doen. Natuurlijk vind je alle recepthoeveelheden in de beschrijving onder de video. Laten we aan de slag gaan. Voor deze soesjes heb je nodig bloem, boter, beetje melk, water, slagroom, klopfix, poedersuiker en een beetje chocola met slagroom voor de chocoladedip. Precies, daar gaan we straks een dip van maken. En we gaan beginnen met het maken van het soesjesdeeg. En daarvoor pakken we er eerst een pannetje bij. Hè? Die zetten we op het vuur. En daar mogen eigenlijk alle ingrediënten in. Wat deden we allemaal in de pan? Boter en melk en water. Ja, precies. Dus eigenlijk alle ingrediënten voor het soesjesdeeg doen we in de pan. En dat gaan we gewoon roeren met een houten lepel tot het helemaal gesmolten is. Hè? Ja. En tot het bijna kookt. Dus dat er echt een beetje damp van de pan afkomt. Maar het eigenlijk net niet kookt. Ja. Nou, als het mengsel heet genoeg is, dan mag in één keer de bloem erbij. Ja. En dan gaan we dat heel goed roeren. En in het begin lijkt het echt een beetje slurry. Ja. Jij vergeleken met een soort klonterig dus pannenkoekenbeslag. Tip, roer het niet te wild, want anders gaat het over de rand heen. Nee. Dat is heel goed. Af en toe splash je er wat over de pan, maar dat was helemaal niet erg. Maar we roeren het gewoon heel goed door en uiteindelijk wordt het een soort van deegbal. Ja, eigenlijk wel. En we laten deze deegbal nu een paar minuutjes in de pan een beetje garen, tot je de bloem een beetje hoort sissen in de pan. En als het toch goed is, dan doen we het over in een beslagkom en laten we het ietsjes afkoelen. Toen gingen we mixen en een beetje totdat het stoom uit de pan kwam. Toen deden we heel voorzichtig één voor één de eitjes erbij. Je doet eerst stop je met mixen, dan komt er een eitje bij, dan ga je weer door met mixen. Ja. En steeds enzovoort enzovoort. En hoe meer eieren je nodig hebt, hoe meer soesjes je krijgt. Ja, heel goed. Ja. Dus we deden eigenlijk één voor één de eieren erbij. En als het ene ei helemaal is opgenomen, dan deden we het andere ei erbij. En op een gegeven moment krijg je echt een heel dik, kleverig deeg, hè? Ja, en dan plakt het allemaal aan de mixer vast. Ja, het ging helemaal in de mixer. Maar dan weet je dat je gewoon een lekker goed stevig soesendeeg hebt. En dan is je deeg ook eigenlijk al klaar. Dus wat we toen deden was een spuitmondje in de spuitzak. Ja. En alle deeg erin. En ik vind dat makkelijk om het met een vaas te doen, hè? Of met een kan of... dat je een beetje je handen vrij hebt. Nou, en wat voor trucje deed ik toen met bakpapier en de bakplaat? Toen deed Lien een beetje... op alle hoekjes van de bakplaat deed ze een beetje deeg van de slagroomsoesjes. En dan deed ze het bakpapier erop, zodat het bakpapier bleef plakken. En niet als je erop gaat dat het bakpapier aan je... Nee, precies. Spuit blijven. Want soesendeeg is best wel plakkerig. Dus als jij een soesje spuit, dan trek je meteen dat hele bakpapier omhoog. Dus net als met macarons doe ik altijd een beetje deeg in de hoekjes en dan plakt je bakpapiertje mooi vast. Ja, toen ging je er gewoon soesjes van spuiten. En hou er rekening mee dat ze heel groot worden in de oven. Dus hou een beetje ruimte en spuit ze niet te groot. Of je moet natuurlijk mega grote soesen willen. Ja. Die Max uiteindelijk heeft gemaakt. En voordat we ze de oven in deden, deden we ook iets met water, hè? Oh ja, toen gingen we... deed Lien water op haar vinger. Dan gaat ze met het water die soesjes, de puntjes, naar beneden doen. Door het water plakt mijn vinger niet aan het deeg. En die puntjes doe ik naar beneden, omdat ze anders misschien wat sneller verbranden in de oven. Dus als je ook van die puntjes hebt, een beetje water op je vinger en dan doe je ze allemaal naar beneden. En dan mogen ze de oven in. En die hebben wij voorverwarmd op 200 graden hete lucht. Als je boven onderwarmte gebruikt, zou ik die op 210 zetten, dus lekker heet. En dan gaan ze ongeveer 20 minuutjes in. En als ze klaar zijn, dan heb ik de oven uitgezet even op een kiertje, dat ze in de oven nog iets na kunnen drogen. En vervolgens hebben we ze laten afkoelen op een rekje. Ja. En dan waren de soesjes klaar. Toen gingen we de chocoladedip maken. En daar hadden we natuurlijk dat bakje voor met chocola en slagroom. En wij hebben pure chocola gebruikt. Je zou het ook met melkchocola kunnen, maar wij vinden puur lekkerder. En dat gingen we toen smelten. In de magnetron. En toen gingen we het eruit halen. En toen lieten we het even afkoelen. Ja, dus even goed roeren. Dan zie je dat die mooi glad is. En dat zet je gewoon even aan de kant. Kan het ietsjes afkoelen. En ondertussen gaan wij lekker de slagroom opkloppen.
Dus Max heeft er een grote kom bij gepakt. En daar hebben we gewoon de slagroom allemaal in gedaan. Ja. Mixen erbij, een beetje klopfix, zodat de slagroom ietsje steviger wordt. En poedersuiker, hè? Ja, want dan wordt de slagroom lekker suikerig, lekker zoet. Lekker zoet, goed zo. En dat kan gewoon een beetje naar smaak. Dus Max en ik hebben het tussendoor even geproefd. Nou, er moest nog een beetje suiker bij. Ja, maar het was daarna wel heel lekker. Helemaal perfect. Overheerlijk. En terwijl Max aan het kloppen is, pak ik met een satéprikkertje ieder soesje even vast. En prik ik een gaatje in de onderkant en maak ik een beetje ruimte in de soes. Soms zitten er nog wat kamertjes of wat vliesjes in het soesje, waardoor de slagroom er niet lekker in kan. Dus terwijl Max aan het kloppen is en later heeft Max me ook geholpen, hebben we een beetje ruimte gemaakt in de soesjes. Ja. Nou, toen was de slagroom klaar, dus die kon ook in de spuitzak. En daar heb ik een heel klein spuitmondje in gedaan, eigenlijk de kleinste die ik heb. En een spuitmondje is wel makkelijk, omdat je dan een gaatje kan prikken in de soes. Ja, dus toen gingen we de soesjes vullen met slagroom. Ja. En één voor één. Maar je moet niet daardoor duwen, want dan gaat hij aan de andere kant er weer uit. En heel voorzichtig in de zak knijpen. Heel goed, Max. Inderdaad, want als je die slagroom te hard zou spuiten, dan klapt heel je soes uit elkaar. Dus leg hem in je hand en voel een beetje wanneer die vol zit. Doe het inderdaad niet te hard, goed dat je dat zegt. En zo spuit je gewoon al je soesjes vol, of tot je slagroom op is in ons geval. En toen hebben we sommige even in de chocolade gedipt. En toen hebben we er wat sprinkles en versiersels overheen gedaan. Maar we kunnen allebei niet wachten om de soesjes te proeven. Dus we gaan ze erbij halen en jullie laten weten hoe ze zijn geworden. We gaan eindelijk een soesje proeven. Ha! Oeh! Ja! Oh, die is opgedroogd, denk ik. Kijk, daar zijn ze. Nou, laat ik ze altijd even zien aan iedereen. Kijk jongens, het ziet er toch dat super lekker uit. Ja, sommige hebben we dus ook een beetje met poedersuiker gedaan. Ja, zo ken ik ze ook uit de winkel. Maar die met de chocola zien er wel heel erg lekker uit. Ja. Maar ja, je kunt erop doen wat je wil. Je kan ook niks opdoen. Laten we ze gaan proeven. We hebben genoeg gepraat. We gaan ze proeven. Max, welke ga jij nemen? Eerst begin ik met chocola en dan neem ik denk ik deze. Oké. Nou, neem ik er eentje met poedersuiker. Proost. 3, 2, 1... Helemaal vol met slagroom. Ja. Zo lekker. Heel lekker. Soesjes tegen is lekker zacht. Toch? Kan je lekker makkelijk in bijten? Ja. Hoe is de chocola? Die is echt heel lekker. Ja, pure smaak is ook lekker. Ja. Nou, het soesje is al best wel zoet. Dus daarom hebben we voor pure chocola gekozen, zodat je nog een beetje een bittertje hebt. Die versiersels erbij zijn ook wel lekker trouwens. Want dan is het een beetje... krokant. Ja, krokant en een beetje knipperig. Dat je een beetje doorbijt en dan lekker... Ja. Nou, lekker. Super goed gelukt, toch? Ja. En Max is net 9 geworden. Nou, die had zonder mij ook wel soesjes kunnen maken. Dus ook heel erg leuk om eens met kinderen te doen. Je hebt relatief weinig ingrediënten nodig. En als je ziet wat je er dan van kan maken. En ja, wie houdt er dan niet van slagroomsoesjes? Ik ken niemand die dit niet lekker vindt. Jij? Nee, ik ook niet. Nee, toch? Nou, we hopen dat je het een leuke video vond. Als je dat vond... Ja, doe hem zeker een duimpje omhoog. En als je meer van deze lekkere recepten wil maken, abonneer dan zeker op Lien's kanaal. En dan kijk, zodat je geen video mist. Helemaal goed, Max. Dankjewel. Leuk dat je erbij was. En ik zie jullie in de volgende video. Doei! Doei. Hey, goed gedaan, man. Ja, toch?